Ja, Caroline, jij was voor ons op de Beauty Awards. Ja. En er worden allerlei awards uitgereikt, hè? Ja, natuurlijk. De belangrijkste is de award voor de beste schoonheidsspecialisten van 2018. Ja. En we hebben hier aan tafel de winnaressen van de Product of the Year 2018. Ja. Van harte gefeliciteerd nogmaals. Ja, ja. Welkom, ja. Suzanne Oerlemans en Caroline de Haas. En jullie hebben samen met Isabel van Geneugten, ja, hebben jullie Celix ontwikkeld. Celix Natural Skin Architecture. Ja, en we hebben iets te vieren, dus ja. Beauty Product of the Year geworden. Ja, goed hè. Gaan we drinken dan? We gaan iets drinken. Het zijn geen bubbels, nee, dat zien jullie wel. Dat is heel vreemd voor ons, geen bubbels. Geen bubbels hè. Maar als dit ergens goed voor is, en dat is het hè. En dat is het. Ja. Wat wij wilden is een supplement maken wat je heel makkelijk in kan nemen. In een glaasje water, roeren, schudden, drinken en klaar. Nou, we zijn eigenlijk allemaal wel klaar met die 5 potten pillen in de la. Ja. He, die hebben we allemaal wel. En een pilletje voor dit en een pilletje voor dat. En wij wilden het heel makkelijk en easy maken. Dus het is Celix Cel Elixir geworden. Proost. Nou, jongens, proost. Op jullie, en nogmaals gefeliciteerd. En, maar hoe vaak moet je dit drinken? 1 keer per dag in een glaasje water. Of je er veel water bij doet of weinig. Dat is maar net wat je wil. Wat vind je van de smaak? Oh, dat is, het is goed te drinken. Wel lekker. Maar je zegt dus eigenlijk, zeg je van, alle visolie, tabletjes, alle andere dingen die je hebt, doe maar aan de kant. Hier zit dat allemaal in. Visolie, die neem je altijd apart erbij. Als je visolie in een poeder zou doen. Dat was slim voor jou. Ja, dus het enige wat je er nog bij neemt, is ook een cel omega. Maar die hebben we ook ontwikkeld. Okay. En de rest zit in een poeder. Ja, en Caroline, verdwijnen dan echt de rimpels? Nou, verdwijnen, ja, zeker. Je werkt aan het huidvolume en de stevigheid van de huid. Want er zitten zoveel ingrediënten in. Naast 6 gram viscollageen, wat je eigenlijk in geen enkel ander supplement tegenkomt, zitten er heel veel antioxidanten en allerlei boostingstoffen in om die huidvolume en sterkte terug te krijgen. Ja. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om dat te ontwikkelen? Want dat is best een hele... Wij zijn van origine de schoonheidsspecialist en we hebben ieder 20 jaar ons instituut. Nou, en vanuit die ervaring van steeds meer technieken in die huid, om die huid eigenlijk van binnen op te bouwen, kwamen wij erachter dat wanneer je met suppletie gaat werken, een veel mooier resultaat kan bereiken. Ja. Dus het is leuk om aan de buitenkant te werken met bindweefselmassage, met trilling, met laser, met licht. Hè. Dat kennen we allemaal, ook uit de programma's. Maar wanneer je eigenlijk in de huid iets voor elkaar wil krijgen, moet je ook zorgen dat er in die huid iets te bouwen valt. Ja. En om dat te meten en inzichtelijk te maken, hoort er bij Celix ook een scan. Ah. En met die scan maak je met 1 druk op de knop een kijkje in de huid. En op die manier kijken we heel goed naar de aanmaak van nieuw collageen. En als hier niks zit, kunnen we met onze technieken veel minder doen. Dus wanneer jij bij mij in het instituut zou komen en je zegt, goh Suzanne, nou wil ik natuurlijk anti-aging op een heel hoog niveau, want ik zie dat het volume begint te verliezen of wat jouw vraag zou zijn. Dan gaan we eerst scannen. Dan gaan we eerst eens kijken van, hey, hoe staat het ervoor? En wellicht is er vitaliteit, heb je een heleboel stress gehad en werken die darmen nog niet helemaal top. Zou je dan met apparatuur beginnen, dan duurt het wellicht veel langer. Dus we kijken eerst in die huid hoe het ervoor staat, dan wellicht met suppletie met Celix. Dan gaan we weer monitoren hoe het gaat en vanuit daar gaan we met apparatuur aan de gang. Maar en dat doen jullie alleen of ook bij meerdere schoonheidssalons in Nederland? Inmiddels zijn er 35 punten in Nederland waar het te koop is. En die specialisten die leiden wij op. Ja, Caroline en Suzanne, hartstikke bedankt en veel succes ermee. Graag gedaan. En andere Caroline, jij wilde nog meer over vertellen. Ja, nou, ik wil vertellen dat ik heel erg blij en trots ben dat jullie als sponsor zijn voor de Miss Filmfestival Internationaal Verkiezing tijdens het wereldberoemde filmfestival in Cannes op 19 mei. En dat jullie 2 prachtige prijzen weggeven aan de winnaars. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Oh, en Ad, wat ben jij toch al...